Iemand anders die heel ver, fel voor de vrijheid van meningsuiting is meneer Hans Theeuwen. Die heeft onlangs, nou ja, een tijdje geleden, een liedje over ons geschreven. Een paar regeltjes heeft hij aan ons toegewijd. Twee. Oh. Wat een eer, zeg. Een hele regel voor ons. Daar zat een rijm in. Wow. Oké, wacht dus even. Wij doen de intro en dan mag u reageren. Oké. En dan, nou, wij vonden dat zinnetje nogal vulgair en plat en ga zo maar door. Ja. Maar om even een beeld te geven aan deze mensen waar we het over hebben, gaan we even naar het fragment luisteren. En ondertussen lopen we even achter u door. Ja? Ja? Christenhonden, geiten, uikers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal voor straf me laten pijpen door de meiden van halal en pijnbouw. U moet ook op de pijnbouw plaatsnemen. Gaat u maar liggen op de pijnbouw, meneer Theo? Nee, op rug. Iets aangewijs, hè? U wordt niet gemasseerd. Waarom willen jullie mij hij niet staat masseren? Onder stro en hij voelt het nog steeds niet, dames en heren. Nee, het is rubber. Het is gewoon rubber. Kijk maar. Dat meneer Theeuwen, hallo. Pyromaan, dat doen wij niet. Het is rubber. Volgens mij bent u grappig verleerd, hè? Lang geen show gehad. Ga maar even liggen. Jawel, laatst nog. Ja? Ja, dat is toch lang geleden? In Schotland. Nou, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Waarom heeft u ons beledigd? Ja, vond ik grappig. Ja? Wat vond u daar grappig aan? Nou, ik vond het leuk omdat jullie zo kuis zijn om jullie dan in een seksuele context te noemen. Dat vond u grappig? Ja, vond ik grappig. En als het dat ook nog rijmt, dan is het natuurlijk kat en bak. Hebben er veel mensen om moeten lachen? Ja. Inclusief uzelf? Ja. En ook, weet je wie ook? Nou? Een hoogwaardigheidsbekleder uit Amsterdam. Oh. Maar had u de behoefte? Zag ik namelijk, die zat daar ook. Dat was de burgemeester. En die moest ondanks zichzelf, want ik kon het natuurlijk niet maken. En ik zag hem bij die regel. Oké. Oh. Nou ben ik goed bezig. We asked for the news, not for the weather. Waarom had u de behoefte om ons te beledigen? Ja, ik vond het grappig. Je vond het grappig en dacht ik doe het gewoon even. Ik zeg even wat... Ja, ik moest een lied schrijven, dus ja, ik moest daar staan. In die kou en het regende ook nog keihard. Ja, maar wacht even. Dan u moet doet wel met iets leuks komen. Je moet wel reageren op mijn vraag, hè? Kijk, we zien er toch uit... Ik moet helemaal niks! Meneer Theeuwen, ik voer het woord. Ja, nu ik. Geen recht van spreken op het moment. We zijn toch keurige dames, zo praten toch niet elektriciteit begint te werken. Meneer Theeuwen, ja, zo praten toch niet tegen dames? Nee, jullie, dan kan ik jullie ook aanspreken. Mevrouw Alariashi, mevrouw Alariashi, mevrouw Alariashi. Alariashi? Ja. Alariashi. Wij zijn hier de presentatoren. Wij zijn serieus, meneer Theeuwen. Grappenmaker. Sorry. Waarom beledigt u zoveel? Ik beledig helemaal niet veel. Ontzettend veel. Ja, wie dan nog meer? Omdat u beledigt ons bijvoorbeeld. Ja, nou, dat is toch niet zoveel. En heel veel godsdiensten. En jullie hebben steun aan elkaar, dus maar ook heel veel godsdiensten. Waarom doet u dat? Nou ja, omdat ik dat grappig vind, omdat ik alles wat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht. En macht corrumpeert altijd. Het moet geridiculiseerd kunnen worden. Als het niet meer kan, dan krijg je de enge toestanden, een dictatuur. Maar meneer Theo, u bent en daarom een... moet dat gebeuren. Meneer Theo, even liggen. Hallo, ga weg. Hurt me, baby. U wilt een doel bereiken met het beledigen? Nee, ik wil mensen laten lachen. Of met het grappen maken? Ik wil mensen laten lachen. U wilt geen doel bereiken? Dus als u christen een bepaalde naam noemt doel? Of een vrouw... Ja, ik weet het niet. Nee, ik kijk naar de wereld en dan zie ik heel veel dingen. En sommige dingen vind ik ontzettend grappig of belachelijk of lachwekkend of stom. En dan maak ik daar programma's over maar en dan laat ik mensen haalt me lachen. De hele tijd. Kunnen we even serieus doen? Dan ben ik een keer serieus. Ayaan Hirsi Ali, daar bent u denk ik wel mee eens. Hij heeft in Berlijn anderhalf jaar geleden... heeft zij geroepen dat het recht heeft om te beledigen. Ja. Dat vindt u ook? Ja, ik vind dat je dat recht moet kunnen hebben, ja. Maar het dat is heel anders dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je? Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef, dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van, dan mogen we daar niet over praten, want het is beledigend. Dat is heel erg multi-interpretabel. Beledigend. Zegt u nou dat u wel met voorbedachte raden beledigt of niet met voorbedachte raden? Ik ben er niet helemaal. Als ik programma's maak of zo'n liedje maak, dan wil ik een leuk lied maken waarom gelachen kan worden. Dus en een belediging kan ook heel erg grappig zijn. Waar ligt de grens? Waar ligt de grens? Taalpas. Ja. Dus eerst mensen helemaal warm maken en laten koken en dan zeggen dit is van mij de grens. Mensen warm maken en laten koken, ja, kiezen u beledigt ze zelf mensen. Voor. Ja, maar u beledigt heel veel mensen. Mensen kunnen daar best frustrerend wat is gedaan? Ja, maar denk je dat jullie doen net... Ga liggen, ga liggen. Of gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen een voorrecht is alleen voor gelovigen. Denk je als ik de tv aanzet... Denken jullie niet dat... Wacht even, ik ga even zeggen. Denken jullie als ik de tv aanzet dat ik niet dingen zie die me ergeren? Dat ik me niet beledig?
veilig zou kunnen voelen. Maar je ontwikkelt daar een schild voor. Dat doe je in een vrije samenleving. Omdat je wordt geconfronteerd met dingen waar je het liever niet... En het valt mij op dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn. Omdat gelovigen een neiging hebben om een monopolie op de waarheid te hebben. Te willen zeggen, zo is het leven en zo moet het. Hoe lang heeft u gestudeerd voor deze one-liners? Nee, u beledigt best wel vaak. U kunt het vierkant ontkennen, maar u kunt niet zeggen dat u dat niet doet op het podium. Ja, maar ik heb net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirok werd getoond. Ik heb allemaal dat soort... Ja, dat dus is ook heel erg beledigend. Dus als u dat beledigd vindt... Mij valt er in elk geval nog om te lachen. We hebben het over een westerse beschaving, hè, yeah, die superieur is. Maar met beledigen of met uitschelden, want dat doet u ook heel vaak. Yeah. Dat uitschelden? Is toch geen... Mag ja, nou, u heeft bepaalde, niet. U heeft bepaalde woorden gebruikt die ik niet in de mond wil nemen. Maar we gaan even door. Uitschelden. In de mond nemen is ook een leuke... Wacht even. Ik doe mijn truc weer. Het is toch een teken van beschaving ook dat we elkaar niet zomaar uitschelden. Is waar en de avond is nog jong. Maar, maar ik scheld niet zomaar uit. Ik maak grappen. En ja, soms zijn kennen... dat grappen die, over dingen. Want juist ook onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn. Die zijn leuk. Die zijn spannend. Daar zit spanning. En als cabaretier werk je daarmee. Juist. Anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen. Oké, laatste vraag, meneer Theo. Wanneer is er een nieuwe show? Dat zeg ik niet. Dat zegt u niet. Die is er nog niet. Ik weet het nog niet. Maar ja, komt deze thematiek ook in de show voor, of niet? Weet ik. Nee, ik ga het hebben over vruchten. Oh, dus u gaat niet meer beledigen en zo? Ik ga wel een bepaalde vruchten flink ervan langs geven. Maar, een bepaalde vrucht? Ja. Zolang het geen personen zijn... Ik maak gehakt van gaat de ananas. Gaat u mee? Momentje. Ik wil hem even nog een cadeau geven. De enige pijp die wij kennen. Ja, maar dat is niet wat ik bedoelde. Ja, maar dit is wel wat ik heb begrepen.